Medina. Salto. Djurchenko is altijd mijn favoriete techniek geweest. Je begint met een Arabier op de plank. Om dan vervolgens achterwaarts verder te gaan. De techniek is geïntroduceerd door de Oekraïense Natalia Yurchenko. Natalia Yurchenko deed een sprong met een gehurkte salto en een hele schroef. Daarna zijn anderen de sprong verder gaan ontwikkelen. 1, 2, 3. Bij de Olympische Spelen in Barcelona deed de Nederlandse Elvira Becks een Yurchenko met een gestrekte salto en een hele schroef. Toen nog over het oude springpaard. Weer 9 jaar later, op mijn WK-debuut in 2001, is het paard vervangen door deze Pegasus en is deze beschermkraag om de plank ingevoerd. Ik turnde altijd een Yurchenko met een dubbele schroef, zo ook op mijn laatste EK in Frankrijk. Er zijn al enkele turnsters die een 2,5 Yurchenko turnen, dus de Yurchenko techniek is nog lang niet uitontwikkeld. Nou, dan bent u weer even mooi geïnformeerd over het volgende toestel, wat het eerste toestel wordt voor de vrouwen. Sprong. Verona van der Leur was daar zelf een hele goede turnster. Ze vertelde dat zij dus Yurchenko met een dubbele draai maakte. En daarmee kun je eigenlijk nog steeds meekomen met de huidige top. Alhoewel, er zijn nu turnsters die inderdaad, zoals Verona al zei, de sprong verder uitgebouwd hebben naar een 2,5 schroef. Die innovatie die vindt natuurlijk voortdurend plaats in de turnsport. En hier komen de 8 finalisten. De 8 finalisten die mogen gaan uitmaken wie er wereldkampioen wordt op het onderdeel sprong. En de laatste, dat kleine vrouwtje hier met het donkere haar. Ja, sommigen zeggen dat, het zijn wel kleine meisjes. Maar die vrouw is dus 36 jaar. Die deed 20 jaar geleden al mee aan de wereldkampioenschappen. In 1991 in Indianapolis en won toen goud. Jawel. En 20 jaar later staat ze nog in de finale. Nou, dat is een fenomeen. Oksana Chusovitina, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar hier staan dan de 8 namen en ze worden gepresenteerd. Dit is de turnster uit Mexico. Morena Medina. Barbosa uit Brazilië. Phan uit Vietnam. Ja, Vietnam. Nou ja, Nabieva natuurlijk uit Rusland. Die kennen we ook van Rotterdam. Kijk, uit de Dominicaanse Republiek. Pena Abreu. Nog nooit ontmoet en hier nu wel. Amerika heeft hier een nieuw springtalent. Maroney. En Zwitserland ook in deze Steingruber. En dan, ja, ze had de moeder kunnen zijn van een aantal turnsters die hier gaan presteren met haar 36 jaar. Want ja, de leeftijd zit hier van 16, 17 jaar. Er zitten, meen ik, 2 turnsters van 20 jaar. Maar met de 36 jaar van Chusovitina brengt ze de gemiddelde leeftijd van deze finale op ruim 20 jaar. Goed, de turnsters moeten 2 keer springen en we beginnen gelijk met Alexa Moreno Medina uit Mexico. Zij is 17 jaar. Nou, je ziet wel aan dat lijf, daar zit power in. Heeft nog nooit in de WK-finale gestaan. En ze gaat de eerste sprong maken uit groep 2. En dat is een sprong met een waarde van 6,30, 6,300. Er zijn 5 groepen waarin de sprongen zijn ingedeeld. In de hele boek staan 80 verschillende sprongtechnieken waar je uit kunt kiezen. En groep 2 is de handstand overslag salto groep. En daar heeft ze een hele moeilijke variant gekozen. Ja, dus de overslag salto met een 1,5 draaiende lengtas. Dus de D-score die heeft ze vast te pakken, die 6,3. Maar de 5 juryleden die de uitvoering beoordelen, die hebben wel wat werk te doen. Want we hebben natuurlijk allemaal kunnen zien dat die landing niet helemaal perfect liep. Laten we nog eens een keer kijken. Komt goed tot de Pegasus. Ja, kijk. Hier is een land.
niet helemaal in de lijn. Ze zit dus naast de streep, kijk, en daar krijgt ze al aftrek voor en dan maakt ze nog een belangrijke stap zijwaarts. En is deze een gestrekte salto? Dat is ook de vraag. Wel aangegeven. Goed, wat scoort ze? Dat moeten we eerst weten voordat ze de tweede sprong mag gaan maken. Ze moeten twee verschillende sprongen maken. En de eerste sprong is inderdaad die 6.30 is toegekend en de uitvoering 8.433. Opgeteld is dat 14.733. Nou, dan komt een tweede score straks bij en daar wordt dan het gemiddelde van bepaald. Dat is de eindscore. Zo werkt het. En ze gaat nu een oefening doen met een score van 5.2 uit groep 3. En groep 3 is het Tsukahara groep. En daar hebben we 12 verschillende varianten in. En zij kiest hier voor 5.2. Ja, dat zoeken haren met een hele schroef. En de moeilijkheidsgraad is beduidend lager als haar eerste sprong. Hè. Dat scheelt 1,1. Ruim een punt. Maar de uitvoering van deze sprong is weer beter. Want ze landt mooi in de rechte lijn. En ze is heel gelukkig met haar debuut hier. En nou, wie dan niet, hè. Natuurlijk fantastisch als je op dit niveau mag meedoen. Ze heeft wel een stap zijwaarts, maar ze landt wel in het midden. Die stap zijwaarts is natuurlijk een fout. Je ziet dat je als een soort ratslag op de Pegasus moet komen. Het grappige is dat zij draait niet door in die kwadraai die ze maakt naar de Pegasus. Maar ze draait tegengesteld. Bij de mannen zou je dan zeggen, dan is het de Kazamatsu. Maar goed, dat is een naam voor de insiders. 13.700 is de tweede sprong. En dan het gemiddelde is 14.216. En dat is haar eindscore, 14.216. En dan hebben we deze uit Brazilië. Jade Fernandes Barbosa. We kennen haar van het WK in Rotterdam vorig jaar. Toen won ze de bronzen medaille. Geboren in Rio de Janeiro. Eerste sprong. Ja hoor, dit is dus de Yurchenko met een dubbele draaiende lengtas. Zoals Verona van der Leur dat ook deed. Ook in haar laatste wedstrijd bij het Europees kampioenschap in Clermont-Ferrand. Een aantal jaren geleden. En er wordt nog steeds is deze sprong actueel en waardevol. Dat zie je hiermee. Barbosa houdt haar lichaam mooi strak. Zit goed in de lijn. De aanlooplijn, sprong en landing. Hè. Ze landt dus op de witte lijn. Dat is goed. 5,80 is de D-score. Die heeft ze sowieso te pakken. Kijk, de voeten zijn iets uit elkaar, dus daar zal ze aftrek voor krijgen. Lichaam blijft mooi strak. Ze moet niet diep landen, ze moet hoog landen. Dat doet ze ook redelijk, ja. Wel dat pasje, daar krijgt ze weer aftrek voor. Vandaar 9.066 voor de uitvoering. En opgeteld bij de moeilijkheidsgraad is dat 14.866. Tweede sprong. Wat gaat er nu komen? Dat komt op dat bordje te staan. Wat rechts naast haar staat. Daar staat nu Volt. En dan komt nu haar naam in. Dat is buiten uw beeld, maar ik zit daar mooi voor. En ze gaat nu een sprong doen uit de groep 5. Dat is uit de Yurchenko groep. Groep 5, sprong nummer 31. En dat is 5,60 waard. Yurchenko is dus achterwaarts met de halve draai. Ja hoor. Oh, 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 oh. Ze valt. Ze struikelt bijna over de rechtervoet. Of verzwikte ze de enkel. Dat zou ook kunnen, want ik zie er een beetje vervelend teruglopen. Of is het de linkervoet? Ja. Kijk, ze maakt nu een halve draai naar de Pegasus toe en dan een gestrekte. Oh ja, nou zien we het zeg. Je linkervoet, ze maakte een stap naar achteren. Maar het kwam niet op de voet, maar op de bovenkant van de voet. Let maar eens op hoe ze die pas naar achteren maakt. Kijk hier. Kijk dat. Auw. Ja, dat doet pijn natuurlijk in de enkelvork, hè. In de Fourca Cruris. Nou, ijs erop. Gelukkig is het haar tweede sprong. Ze heeft een score, maar ze heeft wel veel pijn. En ze scoort
14.266 voor de tweede sprong. Eindscore 14.566. En daarmee staat ze wel op de eerste plek. Nou, laten we hopen dat het niet een ernstige blessure wordt. De derde springster in deze finale komt uit Vietnam. Thi Ha Thanh Pan. Ja, ik kan het ook niet helpen. Zo heet ze. Thi Ha Thanh is de voornaam en Pan de familienaam. Ze is 20 jaar. Ik heb haar nog nooit zien turnen in een finale. Dus dit is haar debuut. Zo. Ja. Is toch de overslag. Gehoekte salto. Met een anderhalve draai in de lengtas. En dat heeft een D-score van 5,50. Kijk, de hoek, het salto. Jullie let dan heel goed op. Is het wel de hoek 90 graden? Dat was het niet. Het was niet gehoekt. Het was niet gestrekt. En daar krijgt ze dus aftrek voor. Ja, de voeten zijn wat uit elkaar. Ze landt met het bovenlichaam laag. Nou zeggen, ja, zit toch niet zo te zeuren van zetten. Ja, maar ja, daar let de jury op. En ik wil u toch duidelijk maken waarom ze geen 10 kan krijgen voor deze sprong. Maar ze heeft een prachtige uitstraling. Dat zeker. Deze Vietnamese. Knap. Voor het eerst, meen ik, in de geschiedenis een Vietnamese in de sprongfinale op het WK turnen. Van Thi Ha Thanh Pan. De jury is hard aan het werk. Ik kan u zeggen dat deze turnster 20 jaar is. En ja, ik heb het al gehad. Bij het springen heb je 5 verschillende groepen. En het springpaard werd al heel vroeg gebruikt. In 1900 werd het paard al gebruikt om er overheen te springen. En de beugels gingen er dan af. Hè. Het was eigenlijk een voltigepaard. De beugels gingen er dan af. En de gaten werden gestopt. En dan werd dat paard gebruikt. In de lengterichting voor de mannen. In de breedte voor de vrouwen. Maar 10 jaar geleden is daar de Pegasus voor in de plaats gekomen. Dit toestel ontwikkeld door een Nederlandse fabrikant. En nu sinds 10 jaar internationaal in gebruik. De Pegasus. Had een mooie score. Deze Pan. 14.600. Dat is tot nu toe. Ja, als ze nu weer zoiets scoort. Dan kan ze op de eerste plek komen. Ze gaat nu een sprong maken uit groep 4, de Yurchenko groep. 4.34, dat is ook de Tsukahara gestrekt met een dubbele draai in de lengtas. De sprong van Verona van der Leur. En dat is knap. Ze heeft keurig de rotatie gemaakt. Ze had zelfs nog snelheid over. En dit is een uitstekend debuut van de Vietnamese. Kijk, achterwaarts naar de Pegasus. Lichaam blijft mooi strak. Voeten gesloten. Was ze helemaal gedraaid. Dan moet je op die rechtervoet opletten bij de landing. Of die rechtervoet dus naast de linkervoet staat. Dan kun je het helemaal zien. En dat krijgen we niet te zien. Ja, de regisseur doet dat natuurlijk niet op commando. Maar goed, daar zit de jury voor. Die zit er met de neus bovenop. En terecht compliment. Heel mooi. Nou, dat is 15.800 is de maximaal haalbare score voor deze sprong. En daar zou ze best wel eens 14.600 of meer van over kunnen houden. En Barbosa begint in ieder geval al te praten. Dat is al belangrijk. Ja? Praat je de ellende van je af. Barbosa staat nu dus nog steeds aan kop, de Braziliaanse, met 14.566. Maar dat zou nu wel eens kunnen veranderen. Want dan met een 8.80 heeft ze de Vietnamese al voldoende. Een 8.8 voor de uitvoering. En ja, voordat die cijfers worden vrijgegeven, wordt ook goed gecontroleerd of de scores niet te ver uit elkaar liggen. Kijk eens, 14.733 voor de tweede sprong. En dan komt ze op 14.666. En ja, dat is hoger. En dus hebben we een verrassende uitkomst, een verrassende tussenstand op dit moment. De Vietnamese staat aan de leiding. En dan krijgen we uit Rusland.
Tatiana Nabieva. 17 jaar geleden geboren in Sint-Petersburg. Yurchenko met een dubbele draaiende lengtas. De bekende sprong die we ook hebben gezien in de uitlegfilm. 5,80 is de D-score. Benen wat slordig. Ze heeft wel veel ruimte in de tweede vluchtfase. Dus er zit wel amplitude in. Maar kijk, let op die beenhouding hier. Linkerknie is gebogen. Je moet natuurlijk... Als je goed de lengteas wil maken, dan moet je als een hard gekookt ei zijn. Hè? Je moet je spieren allemaal spannen en goed tegen elkaar aandrukken, die benen. Zodat je één compact geheel wordt. Dat heet vormspanning. En met een hoge vormspanning kun je snel om de lengteas heen draaien. Maar dat geldt ook voor de breedteasrotaties. 14,566 voor de eerste sprong. Dan staat er dus een tiende punt onder die Vietnamese. Dus wil ze gelijk komen, dan moet de volgende sprong 0,2 punten hoger komen. Om maar iets te noemen. En wat gaat ze als tweede sprong doen? Deze Russin, die vorig jaar ook in de WK-finale stond in Rotterdam. ...5,2 is haar volgende sprong uit groep 5. Dat is Yurchenko met een halve draai. Dus ze maakt de Arabier voor de springplank. En dan gaat ze met een halve draai naar de Pegasus. En dan gaat ze in de tweede vluchtfase in. Hier komt hij. Ja, ziet er van uitvoering goed uit. Uitvoering is solide. En de moeilijkheidsgraad is minder. 16e punt minder dan de eerste sprong. Daar staat dus wel weer een betere uitvoering tegenover. Kijk, ook hier in de eerste vluchtfase de benen wat slordig. In de tweede vluchtfase goed. De landing is solide. Is die goed gehoekt? Ja, was 90 graden. Als je perfect wil doen hoeken, dan moet je de hoek kleiner maken dan 90 graden. En dan heb ik het over de heuphoek. Dan doe je het perfect. 90 graden is ook nog iets aftrek. Ik meen 1/10. Alleen al voor de lichaamshoek. En dan wordt gekeken naar de beenhouding, naar de hoogte, de verte. Nou, kortom, er zijn een hele hoop andere criteria waar de jury op let en aan toetst. En ze scoort voor de tweede sprong inderdaad voor de uitvoering hoger. 8,933 komt al per saldo toch lager uit. En de eindscore is dan 14,349. En nog steeds leidt de Vietnamese. Dat is deze. Deze 20-jarige Thi Ha Thanh Pham. Klikt opgewekt. En dan. Uit de Dominicaanse Republiek. Yamilet Pena Abreu. 19 jaar. Heeft zich als derde geplaatst voor deze finale. Ook dat is voor mij nieuw. Een turnster uit de Dominicaanse Republiek in de sprongfinale. Dat glimlachje was bedoeld voor de jury. Maar toch. Eerste sprong, 5,3 uit groep 4, de Yurchenko groep. Ja, dat is de Yurchenko met een anderhalve draaiende lengteas. Verschillende Nederlandse turnsters kunnen dat ook. Zij landde wel goed, maar had daarna nog te veel dynamiek in de lijf zitten. Te veel snelheid. Kijk maar, ze maakt die anderhalve draai in de tweede vluchtfase. Hop. En ja, daar zit ze dus scheef, buiten de witte lijn. Pas zijwaarts. Nou, er is werk te doen voor de uitvoeringsjury. Maar die 5,3, die staat. Dat heeft ze gedaan. En ik was even bang, omdat ze met een gestrekt linkerbeen landt. Totaal gestrekt. Dat kan ook wel weer eens problemen gaan geven in de rug. He, want met gestrekte knieën landen is gevaarlijk. Je moet altijd je schokdempers gebruiken. Dus een lichte kniebuiging maken. Ja, met een hoge spierspanning. Dan werken de schokdempers het best. Maar niet met een gestrekte knie. Dat is link.
13.900 is wat ze overhoudt. Want ze heeft voor de uitvoering 8.600. Ja, die richting en die landing die is zwaar bestraft. En dat is terecht. Daar zit de jury ook voor. Maar nu komt de tweede sprong. En dan gaat ze een 7.1 sprong maken. Dat heb ik nog nooit gezien bij de vrouwen. Uit groep 2. Dat is de handstand overslag salto groep. 2.50. Nou, dat wordt een opmerkelijke moment in de geschiedenis van het vrouwenturnen. Dit wordt dus een grensverleggende sprong. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren als je niet rondkomt. De mannen doen dit al, de Roche-techniek. Het is moedig en het zal ook wel eens gelukt zijn. En het is natuurlijk gelukt in de kwalificatiewedstrijd, anders had ze hier niet gestaan. Want dan moet je ook twee sprongen tonen. Maar ze komt hier onvoldoende door de breedteasrotatie heen. Die benen hadden vanaf de plank veel sneller omhoog moeten gaan. En nu is nu maar de vraag. Als zij niet het eerst op de voeten komt, dan krijgt ze een nul voor deze sprong. Dus het wordt nu scherp opletten. Ja, zeg het maar eens. Dat was een bijna zespuntslanding. Hè? Kijk maar, ze krijgt een nul. Dus dat waren schouders, heupen en twee heupen. Hè? Links en rechts tel ik maar voor twee even. En twee hielen. Dus dat is nul. Ja, en dan hou je de helft over. Goed geprobeerd. Niet gelukt. Maar wie niet waagt, kan ook niet winnen. Zullen we maar zeggen. De stand is dus ongewijzigd gebleven. Nog steeds staat aan kop de Vietnamese. Thi Ha Thanh Pan. En dan komt de Amerikaanse. McKayla Maroney. 16 lentes jong. En ze wordt getraind door Arthur Akopian. Dat is een voormalig Armenier die dus in Amerika zijn eigen school heeft. En die was zelf in 1983 wereldkampioen sprong. Toen nog voor de Sovjet-Unie. Dat is de trainer van dit meisje. Wauw, zeg. Ja, ik zeg wauw. Want die vloog. Die ging echt vanaf de Pegasus ging die dus echt stijgen. Die had een remhefwerking. Let op, hier komt het. Pats, kijk, hier gaat ze omhoog. En dat hebben we nu voor het eerst gezien in deze finale. Gigantisch. Wat een amplitude. Mooi omhoog. Kijk eens, ze blijft goed in de richting. Nou, oké, ze heeft natuurlijk een pas. Laat ze daar een half punt aftrek voor krijgen. Maar ze heeft een moeilijke sprong gedaan. En technisch gezien hoogwaardig uitgevoerd. Vanwege die fantastische remherwerking. Voorwaartse snelheid omzetten in hoogte. Ja, dat is een kwestie van techniek. Dat vergt precisietraining. 9.30 voor de uitvoering. En als je dat optelt bij die 6.5 zit je op 15.800. Nou, wat kunnen we nu gaan verwachten? De tweede sprong van de 16-jarige McKayla Maroney. 5.60 is de tweede sprongwaard. En ze gaat een sprong doen uit de Yurchenko-groep. Met halve draai. Dus Yurchenko, halve draai, kom je te Pegasus en dan komt nog het vervolg. 5.60 waard. Zien we links in beeld. Alsjeblieft. Nou. Kijk, dat zijn de Amerikanen daar op de tribune. En dit is haar trainer. Dit is de man Arthur Akopian. In de tijd van de Sovjet-Unie een grote gymnast. Maar hij komt dus uit Armenië. Net als Albert Azarian, ook uit Armenië komt. Een man die in de 70e jaren bondscoach was in Nederland. Ik mocht zijn assistent zijn toen, bij het WK 1978. Maar deze Akopian die heeft dus dit talent laten ontwikkelen tot ja, deze hoogtes. Dat is fenomenaal. Goeie sprong, die tweede. Mooie landing ook. Dus zij doet halve draai naar de Pegasus en dan een gestrekte salto met daarin weer een halve draai. Kijk eens, 9-2 ook voor de uitvoering. Tjonge, dat is knap hoor. 15.300. Nou, dan sta je dus met stip op de eerste plek.
Tweede dus nu de Vietnamese Pan. En derde nog steeds de Braziliaanse Fernandes Barbosa. Hier zien we de stand. En dan uit Zwitserland. Giulia Steingruber. Giulia klinkt heel Italiaans en Steingruber heel Duits. 17 jaar. Zij is de opvolgster van Ariella Kesslin. Die is gestopt. En die kennen we natuurlijk van de Univé Gymgala's. Dat is Ariella Kesslin. Was ook een Europees kampioen bij springen. En Giulia Steingruber heeft goed gekeken naar haar. Want let op, die kan heel goed springen. Ja, ze landt wat ongelukkig, maar een moeilijke sprong. 6,30. Dat is dus een hoge moeilijkheidsgraad. De handstand overslag met een anderhalve salto gehoek met anderhalve draaiende lengtas. Ze heeft dezelfde trainer als Ariella Kesslin had. Man uit Hongarije. Maar ze landt wat ongelukkig. Kijk, ze is wat uit de richting. Hier, zie je? Ze glipt als het ware een beetje onderuit. Maar hier moet natuurlijk heel veel voor gebeuren om al die rotaties te maken. Maar dat zal toch een forse aftrek geven. Ik denk, die wordt geen gevaar voor de Amerikaanse Maroney. Maroney staat nu op eindscore 15.300. Hè? Dat is nu de leidende score en ze krijgt hier 14.900. Steingruber. Voor de eerste sprong. Kijk, 8.60 voor de execution. Nou, dan word je natuurlijk niet neergeschoten. Dat is voor de uitvoering, hè? Execution, uitvoering. 5,20, dat is de moeilijkheidsscore voor haar tweede sprong uit groep 3. 3,32. Dat is de groep van de overslagen en de Yamashita's. Ja, dat is de... Ook hier met een lengteasdraai. Tweede sprong is van minder moeilijkheidsgraad. Uitvoeringskwaliteit was naar mijn gevoel beter. Het is een Tsukahara. Met een gestrekt. Met een hele schroef. De sprong die we tegenwoordig niet zo vaak meer zien bij de vrouwen. Het is meer de Yurchenko. Hè? De sprong die achterwaarts naar de Pegasus toe gaat. En Natalia Yurchenko, dat was die turnster die in 1983 bij de wereldkampioenschap in Boedapest dat voor het eerst deed. En ook wereldkampioen werd. Turnster uit de Oekraïne. En hier zien we de tweede score, 14 punten gemiddeld, 14.450. Geen medaille voor Steingruber. En dan komen we bij de laatste. En die kan nog zeker het klassement veranderen. De 36-jarige Oksana Chusovitina kan een concurrent gaan worden voor de jonge Amerikaanse. En er zit een leeftijdsverschil van 20 jaar tussen deze twee springsters. Oksana Chusovitina, geboren in Oezbekistan. Geturnd voor de Sovjet-Unie. Daarna voor haar eigen land, na de opsplitsing van de Sovjet-Unie. Heeft een zoon, had bloedkanker, werd geholpen in Keulen. Daar was de beste behandeling voor hem. En dus werd ze Duitse. 6,30 is de moeilijkheidsgraad. Bam, daar staat hij. Overslag, anderhalve schroef in de salto. Opmerkelijke vrouw. Wat een karakter. In 1991 turnde ze voor het eerst. Toen voor de Sovjet-Unie. En toen won ze de zilveren medaille in deze finale. En goud op vloer. Ja, in 1992 won ze brons, in 1993 ook brons. In 2001 won ze zilver en in 2002 weer brons. En in 2003 in Anaheim, toen won ze de wereldtitel. Maar goed, in 2005 stond ze er weer, won ze weer zilver en in 2006 brons. Het is toch ongelooflijk? En nu staat ze hier weer te knokken voor een medaille. Turn is natuurlijk haar brood. En als je een kind hebt, dan moet je ervoor zorgen. Oksana Chusovitina. 15.066 voor de eerste sprong. Dan kan je naar het zilver gaan. Als ze dit vasthoudt, want zilver is nu 14.666 van de Vietnamese.
En 15.300 is de leidende score. Dat lijkt mij moeilijk haalbaar, want haar tweede sprong heeft een moeilijkheidsgraad van 5.50 en komt uit de Tsukahara groep. 3.33 is 5.50 waard. Daar komt ze. Ja hoor, wat verzorgd hè. Jongen, jongen, Tsukahara met een anderhalve draaiende lengteas. En ze staat. Wat een sportvrouw. Jongen, jongen, dit is al ongekend. Hoe gedetermineerd ze is. Even de benen uit elkaar, maar in de tweede vluchtfase blijven de benen mooi strak. En ze heeft een beheerste landing. Kijk hoe goed ze van de Pegasus afkomt. En wat een power nog zit in dat lijf. En ja, als je ouder wordt, is toch het eerste wat je kwijtraakt, is je snelkracht. Nou, niet bij deze Oksana Chusovitina. En kijk, de Vietnamese kan er ook voor applaudisseren. Ja. Het had haar moeder kunnen zijn. En het wordt een medaille, dat zeker. Ja, natuurlijk. Het zou moeten gek lopen. Als dat niet zo is. En ja hoor, hier is het. Eindscore 14.733 en het wordt weer zilver voor Oksana Chusovitina. En dus kan ze weer door, heeft ze weer inkomen en kan ze weer voor haar zoontje zorgen. Maar McKayla Maroney is natuurlijk heel blij. Want met 1500-300 is zij de nieuwe wereldkampioene. En ze wordt hier gefeliciteerd door de trainster van Duitsland. De Amerikanen doen het erg goed. Hebben goud gewonnen in de teamfinale. De individuele meerkampfinale was voor een Amerikaanse. En we hebben nu de eerste toestelfinale op sprong. En ook daar de Amerikanen. Tot nu toe de maximale score van 3 keer goud. Ongekend hoe sterk het Amerikaanse turn is. 1 dus Maroney. 2 voor Duitsland. Chusovitina. En 3 de elegante Vietnamese Pham. Dat is de einduitslag. In deze finale, die toch een verrassende uitkomst heeft. Niet wat betreft Chusovitina, maar wel wat betreft de Amerikaanse en deze elegante Vietnamese, die de bronzen medaille straks in ontvangst mag nemen. Wij gaan ons opmaken voor de volgende finale, maar dat duurt even, want we krijgen eerst de ceremonie protocolair van deze 2 finales. En u weet, rond 8:30 Nederlandse tijd. Dan hebben we de finale met Jurie van Gelder. Eindstand sprongfinale. McKayla Maroney wint goud en wordt wereldkampioen. Oksana Chusovitina wint de zilveren medaille. En brons is er voor de Vietnamese Thi Ha Thanh Pham. Ja, dan geeft dat ons wat tijd om vooruit te blikken naar de Nederlanders die vandaag en morgen nog gaan optreden. Morgen hebben we dus de finale bij Sprong. En in die finale Sprong morgen is Jeffrey Wammers weer doorgedrongen tot de top 8. En we hadden gisteravond een...